Goedemorgen en hartelijk welkom bij Vrouw Zijn. Aanstaande zaterdag is een feestelijke dag, Koninginnedag. En de koningin zal twee gemeentes bezoeken in Overijssel, namelijk Genemuiden en Kampen. En de gast van de week vandaag is burgemeester van Genemuiden, de heer Rietkerk. Hartelijk welkom. Hoe staat u en hoe staat de gemeente van Genemuiden nu tegenover dit bezoek van de koningin? Bent u er erg zenuwachtig over of kijkt u naar uit? Wij kijken daar geweldig naar uit. We vinden het een prachtige gelegenheid om duidelijk te maken hoe groot de liefde voor ons vorstenhuis is in Genemuiden. En ja, ik denk dat elke stad het mooi vindt als op Koninginnedag de koningin, de koninklijke familie, een bezoek kon brengen. Maar waarom is Genemuiden nu gekozen hieruit? Ik denk dat dat altijd een beetje in de schoot van het vragen zal blijven. Er wordt gekeken naar welke provincie de koningin zal gaan. En dat was in dit geval Overijssel. Dan wordt er aan een aantal gemeenten gevraagd. Kunt u met een programma komen? En kunt u iets leveren voor Koninginnedag? Is er een goede oranjevereniging? Wordt er een feest gemaakt op Koninginnedag? Want steeds wordt er ook gezegd. De koningin wil een bezoek brengen. Maar die wil gewoon een normale Koninginnedag, natuurlijk een beetje mooi gemaakt, dat is duidelijk, maar die wil de gewone Koninginnedag meevieren. Dus een plaats waar helemaal geen koninginnenfeest is, daar zal de koningin ook niet makkelijk op Koninginnedag komen. En in Genemuiden wordt er altijd gevlacht, de straten worden versierd, de kinderen spelen, kortom de obaden. Er is altijd veel te doen en daar wilde de koningin naartoe en dat vinden we natuurlijk prachtig. Elke Koninginnedag is er een echte grote obade. Veel mensen die er dan ook aanwezig zijn, worden altijd de verzen van het Wilhelmus worden ook gezongen. Dat zal nu met Koninginnedag ook zo zijn. Dat vinden we fijn. Het eerste, het zesde vers. En dan kun je duidelijk zien, ik heb hem hier meegenomen. Een ambtsketen draagt dan de burgemeester over zijn colbert. En die ambtsketen die heeft aan de onderzijde een grote munt. Als de burgemeester nou echt de koningin vertegenwoordigt, want als de obade afgenomen wordt op Koninginnedag, is hij eigenlijk degene die de koningin daar vertegenwoordigt. Dan moet de munt, die moet met het wapen van Nederland voorgehangen worden. En dan is hij daar representant van de koningin. Is hij gewoon voor Genemuiden bezig, dus ga ik een winkel openen of een borstbeeld onthullen. Ik noem hem, want wij krijgen ook van de industrie een prachtig borstbeeld van Haar Majesteit de Koningin aangeboden. Dat wordt morgen, donderdagavond wordt dat onthuld. Dan moet de munt anders gehangen worden en dan hangt hij met het wapen van Genemuiden voor. En ook daarin kun je zien, er liggen banden. Ja, en dat is alleen bij het koninklijk bezoek, dus dat u dat andere wapen van Nederland laat zien? In wezen wel, ja. Worden er dingen gedaan die typisch zijn voor Genemuiden, bijvoorbeeld? Ja, wij beginnen al met het onthullen van het borstbeeld, heb ik al genoemd. Dan de obade, grote obade met alle schoolkinderen, en dat zijn er meer dan 1000. De koren komen erbij, de muziek erbij natuurlijk. Het Wilhelmus wordt gezongen en andere liederen. Dan is het de bedoeling dat de koningin, wanneer ze van het bordes afgaat naar beneden, dan komt de koningin op het marktplein. Op het marktplein hebben de verenigingen en allerlei instellingen hebben kraampjes opgezet. Ja, eigenlijk niet alleen kraampjes. Maar het tweede deel van het marktplein, daar heeft het tapijtmuseum, het vloerbedekkingmuseum, heeft eigenlijk haar hele inventaris op de markt geplaatst. En daar zijn 20, 30 mensen, vooral oudere mensen, die nog dat oude handwerk kunnen uitvoeren. Die zijn daar op de markt dan die vloerbedekking aan het maken, de biezenmatten aan het vlechten. Kortom, daar wordt nog het echte oude biezenwerk gemaakt. En aan de andere kant is er een stuk kokos. De kokosindustrie heeft daar oude machines staan. En dat wordt ook uitgebeeld. En aan het eind krijgt men dan een idee van de tegenwoordige industrie van Genemuiden. Want Genemuiden is een sterke industriestad. Ja, Genemuiden is bekend om die tapijtindustrie, hè? Wordt de loper nu ook uitgerold voor de koningin?
Ja, dat u mag wel van mij horen dat wij de loper uitrollen voor Hare Majesteit. Dat is. Ja. En die wordt oranje ook? Of, dat zal. Ja, dat kan bijna niet anders. Dat kan niet anders. Ja. Maar daar is eigenlijk. Nou ja, wij hebben nog niet precies voor ogen. Hoe ver die loper zal rollen. Nee. En ja, hoe zit het met het weer? Hoe kun je hem neerleggen? Als het gaat regenen. Ja, maar ze maken er hele goede lopers. Dus het kan wel een tegen een beetje. Het kan wel een beetje tegen. Waterproof. Ja hoor, dat is duidelijk. Prima, goede reclame. Ja, en dan daarna komt haar majesteit door de kinderspelen heen. De kinderen zijn daar ook. Verschillende groepen van de schoolkinderen zijn bezig met allerlei verschillende kinderspelen. Daar wilden ze graag een bezoek brengen. Ze komt ook langs de Beatrixboom. Op 700 plaatsen in Nederland is de Beatrixboom neergezet. En daarna komt ze aan de binnenhaven. En daar bij de binnenhaven, daar zijn op het water een viertal spelen uitgezet. Een tapijtrace, er wordt gewaterfietst, er wordt ring gestoken. En, ja, en we hopen een klein beetje dat de prinsen dan ook actief worden. En dat die zullen gaan ringsteken. En dat is natuurlijk leuk om te zien. En nou, dan kan de koningin ook zien hoe de familie het maakt. Bij al deze voorbereidingen, heeft u er nou aan gedacht wat het ergste zou zijn, wat er zou kunnen gebeuren op zo'n dag? Stel je voor als het zo hard regent dat de kinderen niet voor het stadhuis kunnen staan. En dat er slagregens over het havenplein komen. Ja, dan komen we op het noodweerprogramma terecht. En dat wordt dan in de sporthal. En ja, daar kun je geen publiek bij hebben. Leuk. Dat zou erg jammer zijn. Ja. Dan als laatste vraag. Wat betekent het burgemeester zijn voor u? Burgemeester zijn is een ambt waarbij je probeert voor het bestuur van een stad en voor de bevolking iets te betekenen. Ik denk dat je belangrijkste functie is te komen tot goede besluitvorming. Dat er goede, heldere besluiten genomen worden. Je probeert als burgemeester niet boven de partijen te staan. Je staat tussen de partijen. Je bent ook niet partijloos. Ik ben RPF'er, dat weet iedereen. Toch probeer je te bemiddelen en te komen tot een goede aanpak van de problemen. Want elke stad heeft problemen. En de problemen moeten opgelost worden. En dat probeer je dan in saamhorigheid te doen met een goede inzet. Je probeert ook iets voor de bevolking te betekenen, zodat die afstand tussen de bestuurders en de bevolking, dat die afstand niet te groot wordt. Je houdt ook spreekuur waar dan allerlei mensen komen. En op die manier kan je erg veel voor de mensen betekenen. En bovenal, het is een ambt van God gegeven. De overheid regeert bij de gratie Gods. En uit die overweging mogen we ook zeggen, wij proberen voor de bevolking dat te doen wat goed is. Bij mijn installatie zei de loco-burgemeester toen hij de ambtsketen mij omhing, dient God en houdt zijn geboden. En ik denk dat ten diepste een zaak is die voor alle mensen geldt en die goed is voor alle mensen. Mm-hmm. Meneer Rietkerk, hartelijk bedankt voor uw komst. Dank u wel.